Het vertrek van Shell naar Londen betekent een einde van een tijdperk. Want Royal Dutch Shell is een van de grootste en oudste bedrijven van ons land. De wortels van Shell gaan 130 jaar terug. Het vertrek is dus een hard gelag, maar vooral als je door je nostalgische bril kijkt. Want voor de BV Nederland valt de schade mee. Kijk maar, in 2019 betaalde Shell 14 miljoen euro winstbelasting. Ter vergelijking, wereldwijd betaalde Shell zo'n 7 miljard euro winstbelasting. Dus die winstbelasting hier stelt niet zoveel voor. Dan de dividendbelasting is wel flink. In Nederland is de dividendbelasting 15%. Nou, en Shell is nu een Nederlandse en Britse onderneming en kent Nederlandse en Britse aandelen. En alleen over het Nederlandse aandelen moet belasting worden betaald. In totaal gaat het om 200 miljoen euro. Dat zegt hoogleraar belastingrecht Jan van der Streek. Inderdaad, 200 miljoen euro, dat is een hoop geld. Maar als het kabinet had willen voorkomen dat Shell zou gaan vertrekken, dan zou deze dividendbelasting geschrapt moeten worden. En dan was de schatkist deze inkomsten, 200 miljoen euro, dus ook kwijt geweest. Dan de loonbelasting. In Nederland heeft Shell zo'n 10.000 werknemers. En die betalen natuurlijk allemaal belasting. En dat blijft na de verhuizing ook zo. Want de bestuursvoorzitter Ben van Beurden heeft al gezegd dat vrijwel al die werknemers gewoon in Nederland blijven werken. Ja, en stel je ook voor, het is ook niet erg waarschijnlijk dat Shell de werkzaamheden van Pernis of Moerdijk bijvoorbeeld verhuist naar de UK. Alleen de bestuursvoorzitter, de financieel topman en een handjevol managers vertrekken naar Londen. Toch doet het vertrek van Shell pijn. Maar dan vooral omdat we afscheid moeten nemen van een op- en top Hollands gloriebedrijf. Waar niet voor niets Royal Dutch voor staat. Koning Willem III gaf dat predicaat koninklijk al voor de officiële oprichting bij de notaris in 1890. En dat predicaat verdwijnt nu. Net als deze hoofdzetel in Den Haag. Kenners noemen het funest voor het vestigingsklimaat in Nederland. Maar goed, of dat zo is, dat zal moeten blijken. Verder was Shell een kweekvijver voor financieel talent. Wouter Bos en Wopke Hoekstra zijn daar voorbeelden van. Zij zijn daar opgeleid. En het is natuurlijk nog maar de vraag of dat zo blijft als Shell in Den Haag alleen nog maar een bijgebouwtje heeft staan. Vond u dit nou een interessante video? Bekijk dan vooral ook de website en onze app.